Ja, het is half april en we staan aan het water om een hele mooie voorjaarskarpen te vangen. Ja, wat is het plan? Ik ben hier één keer eerder geweest om even te scouten, om even te kijken. Maar eigenlijk weet ik helemaal niet zoveel van het water. Dus wat we gaan doen is we gaan vooral proberen om in eerste instantie op de vis terecht te komen. Nou, en als ik hier aan de overkant kijk, dan zie ik al een visnet echt flink wegspurten. En een enorm bellenplakkaat erachteraan. Dus het lijkt alsof we in ieder geval een paar vissen hebben gevonden. Plan van aanpak is om op de vis te komen, mobiel te vissen met weinig aas, pop-ups erop te gooien, zo min mogelijk te verstoren. Ja, en hopen snel een aanbeet te krijgen. Dus volg me de komende 2 dagen en dan gaan we er een mooie sessie van maken. Oké, we hebben wat vissen gevonden. Dus snel de hengels klaarmaken. Ja, het vroege voorjaar, deze tijd van het jaar, is echt perfect om met pop-ups te gooien. Dus vis vinden, pop-ups erop, lichte loodjes. Dus we gaan nu snel even wat pop-ups eraan knopen en zo snel mogelijk die hengels erin. Nou, we hebben de eerste hengel net in liggen en toen we hier langs liepen zag je eigenlijk vanaf het midden tot de overkant, daar zag je een aantal bellen. En zowel op die zone als op die zone. Dus wat ik nu doe is 2 verschillende kleuren haka's over beide zones neerleggen. Ja, dat is een beetje aftasten, moet ik dichter op de kant zijn waar het iets ondieper is of moet ik iets verder eraf zijn. Maar ik begin te vissen waar ik eigenlijk de meeste bellen zag. Dat is net een meter of 5-6 uit de overkant. We zien wat het gaat opleveren. En als ik ergens anders activiteit zie, dan draai ik hem binnen en dan verleg ik hem net even 10 meter. Om te kijken bij welke zone, welke diepte ga ik uiteindelijk de aanbeet krijgen. Nou, op deze stek was het niks. Buiten een paar zeelten om, we hebben een paar uur de kans gegeven. We hebben nog wel wat licht, dus we gaan nog even verkassen naar een andere stek. En op die andere stek gaan we kijken of we in nog 1,5-2 uurtjes tijd, of we daar een aanbeet kunnen versieren. Ligt helemaal aan de andere kant van het water, dus misschien dat ze in die zone ophouden. Deze hengels gaan in het voederaal en dan gaan we verkassen. Oké, we zijn verkast. We zitten inmiddels op de compleet andere kant van het complex. En ik heb net 2 hengels uitgegooid. Die liggen op een strategisch hoekje van een eilandje, klein eilandje. Lekker in de avondzon, dus ik verwacht dat er vanavond misschien wel wat vissen langs gaan trekken. En om het te onderscheppen mag ik heel graag gebruik maken van visuele pop-ups, dus fluor pop-ups. In verschillende kleuren. Wat ik heb gemerkt is dat het verschilt best wel vaak per water eigenlijk wat de beste kleur is. Dus wat ik hier, ik ken het water niet. Dus wat ik heb gedaan, is ik start eigenlijk met 2 van de kleuren waar ik het meest vertrouwen in heb. Dat is een gele en een roze. Oranje is ook nog een favoriet. Dus die staat ook ergens op de lijst om te gaan gebruiken als dit nog niks oplevert. En eigenlijk gewoon proberen qua kleuren. En dan ga je vanzelf merken dat sommige kleuren er echt bovenuit steken. En dat kan dus van water tot water enorm verschillen. Dus blijf het ook vooral proberen. Ja, en die pop-ups zijn in het vroege voorjaar natuurlijk interessant om mee te vissen. Want ze zijn heel visueel attractief. Dus die vis die wordt net wakker. Die zwemt wat rond, maar is nog niet heel erg aan het vreten. Ja, dan wil je iets hebben wat echt in your face is. Dus ik gebruik heel graag de fluo's. En die soak ik ook nog een keer in de goo. Want naast het visuele aspect
Ja, hij is ook zo'n bom aan attractie van de Goose. Is gewoon heel erg handig en werkt heel erg goed om een snellere aanbeet te krijgen. Nou, ik kies heel vaak de mix en match, zeg maar. Dus ik kies een gele pineapple pop-up met een pineapple goo erbij. En ik vis mijn roze squid pop-ups. Die vissen ook met een squid goo. Ja, het is misschien een kwestie van vertrouwen. Er zullen heel veel goede goos zijn. Maar ja, uiteindelijk, ik wil iets eraan hangen wat mij vertrouwen geeft. Dat ik puur op locatie hoef te letten. En dat ik niet hoef te twijfelen van, ja, is mijn pop-up wel goed? Werkt het allemaal wel? Dus vis waar je vertrouwen mee hebt. Ja, en straks gaat het ergens donker worden. En veel mensen vragen mij wel van, ja, vis je dan wel verder met pop-ups? Werken die wel in het donker? Nou ja, zeker. Ik zou niet durven zeggen hoeveel vis ik wel niet gevangen heb op pop-ups in de nacht. Maar hang ze er gewoon aan, laat ze er gewoon aan. Er is echt geen reden om te wisselen in de nacht naar een ander type aas. Want ook in de nacht ga je gewoon goed vis vangen op die pop-ups. En zeker als je ze gesookt hebt in een goo, waardoor je ook nog een flinke smaakattractie hebt. Ja, wat wel belangrijk is, je hebt natuurlijk heel veel verschillende formaten pop-ups. En wat ik heel vaak zie is dat mensen standaard een 15 mm pop-up pakken. En dat werkt natuurlijk. Maar zeker op een water waar we nu zitten, waar het toch best wel wat hengeldruk is, waar veel gevist wordt, heb ik gemerkt dat een kleinere pop-up, dus een 12 mm, dat het vaak gewoon nog beter werkt. Is nog steeds in your face qua kleur, maar is qua formaat gewoon net even iets subtieler, waardoor ik heb gemerkt dat die vis het met iets minder argwaan benadert en vaak gewoon direct je haakaas pakt. Dus dat is ook een tip om uit te proberen. Ja, kies ook eens een keer een 12 mm pop-up. Het enige waar je heel goed op moet letten is dat een 12 mm pop-up heeft natuurlijk minder drijfvermogen dan een 15 mm. Dus test altijd je rig voor de kant in het water. Van ja, staat de rig zoals jij wil dat die staat? Nou, ik vis nu met spinnenrigs en daar wil ik dat de haak eigenlijk recht omhoog staat. Dat hij niet voorover of naar achter gekanteld staat, maar gewoon recht omhoog. Ja, en wat betekent dat voor mij is dat ik bij die 12 mm pop-up, die boor ik uit en dan doe ik een stukje kurk in. Dus op die manier weet ik zeker dat hoe lang die pop-up er ook aan blijft, ik heb altijd een stabiel drijfvermogen, waardoor mijn rig gewoon perfect functioneert. En dat is wat ik wil. Ik wil niet dat ik aan het einde van de nacht een beet krijg en dat die pop-up inmiddels zoveel water heeft opgenomen, waardoor die op zijn kant ligt. Misschien krijg ik de beet, maar ik wil hem gewoon de inhaken kunnen sturen, dat die rig op de perfecte positie tijdens de inhaking zit. Dus daarom boor ik mijn pop-ups altijd uit en stop er een stukje kurk in. Ik zal het helemaal niet losgooien. Nou, eerst de vis eraan. Het is avond op de tweede stek. We zagen al wat vissen springen. We gaan hem eens even drillen, kijken wat hij binnenkomt. Net op het hoekje van een eilandje. Hopelijk is het een mooie vis. Nou, het is zeker niet de grootste van de wereld, maar daarom niet minder welkom. Het is de eerste van de sessie, ook voor mij de eerste van dit water, op een 12 mm pineapple pop-upje. Op het hoekje van het eiland waar ik hem wel verwacht had. Het is fijn om van de nul af te zijn. We gaan zo indraaien, het is bijna donker. En dan gaan we morgenochtend vroeg gaan we verkassen naar een andere stek. Kijken of we daar een vervolg kunnen geven die iets groter is dan deze. Thank you.
Ja, goedemorgen en welkom van een nieuwe stek. Gisteren had ik al wat vis gespot hier voor de kant. En toen we met de spullen terugkwamen, ja, was de stek helaas bezet, dus dat was balen. Maar goed, nieuwe dag, nieuwe kansen. Dus ik heb vanochtend twee hengels uitgelegd, allebei met weer visueel haka's. Eentje met een waft, eentje met een pop-up. En ik heb heel weinig bijgevoerd. En dat is denk ik ja, in het voorjaar een van de meest gemaakte fouten, is dat mensen, hè, het zonnetje schijnt, het voelt al warm, je zit misschien in je t-shirt, dus hup, er kan wel 2 kilo boilies in. Maar juist in het voorjaar is de balans tussen ja, te veel voeren of net genoeg voeren is heel dun. En je kan eigenlijk beter minder voeren dan meer voeren. Ondertussen krijgen we een piep en ik ben gespannen voor een aanbeet. Haha, daar gaat hij. Nou, de eerste aanbeet van de dag heeft niet lang op zich gewacht. Gevist op een kleine pop-up. Ja, en ik heb dus heel weinig bijgevoerd. Want zoals nu ook, het is een koude oostenwind. Watertemperatuur is nog echt laag. En ik vind het altijd wel fijn om een klein beetje wat attractie te hebben eigenlijk in het gebied waar ik zit te vissen. Dus ik heb nu gewoon wat halve bollen verspreid even in de zone. Puur om de aandacht te trekken van de aanwezige vis. Ik wil ze absoluut niet voeren, niet verzadigen. Maar ik wil dat die vis op zoek gaat. Dat die vis dus heeft van, hé, hier ligt wat. Nou, dat heeft nu gewerkt, want we krijgen een aanbeet binnen een half uur, denk ik. Nou, nu even concentreren op de drill en zorgen dat hij binnenkomt. Ja, ik heb net een mooie vis gevangen en die heb ik gevangen op een spinnerig. En dat is eigenlijk een van de 3 onderlijnen die ik in deze periode van het jaar heel graag mag gebruiken. Ja, wat zijn die andere 2? Een hinstifrig en een chotrig. En eigenlijk alle 3 hebben ze hun eigen toepassing. Dus een hinstifrig, ja, daar vis je pop-up vaak wat hoger vanaf de bodem. En die vind ik heel fijn als ik die moet ingooien, zeg maar, op open plekken tussen wieën. Dus waar ik verwacht dat die vis wat hoger aankomt zwemmen, wil ik echt een pop-up hebben die goed in het zicht zit. En het chotrig doet in feite hetzelfde. Alleen bij een chotrig, omdat je onderlijn op je leader gemonteerd zit, ja, ben je daar afhankelijk van hoe je lijn loopt naar de stek toe. Dus als ik echt, zeg maar, op open plekken vis tussen wier, ja, dan vind ik een chotrig minder ideaal, want dan loopt je lijn loopt vaak echt van de bodem af. Ja, waardoor je presentatie minder goed is. Een chotrig is dan wel weer heel erg mooi als je meer gooiend vist. Ja, en je weet niet precies wat er op de bodem zit. Of er is sprake van een dun laagje bodemwier. Ja, dan is het perfect om je chot erop te gooien. Licht loodje eraan en je kan gewoon zoekend heel goed, ja, je vis eigenlijk belagen. Nou, de spinnerig die ik vandaag gebruik is best wel een allrounder. Die kan je voor pop-ups gebruiken. Je kan ze ook voor wafters gebruiken. Ik vis nu ook op de ene een pop-up en de andere een wafter. En wat ik het belangrijkste vind aan de spinnerig is dat die, hij presenteert de pop-up eigenlijk wat lager bij de bodem. En dat heeft in sommige situaties gewoon echt wel een voordeel. Zoals nu bijvoorbeeld, ik vis op een best wel ondiep stekje. Ik denk dat het 80 centimeter water staat. En mijn ervaring daarbij is een beetje, als je dan een te hoge vis de pop-up pakt, ja, dan zwemt die vis eigenlijk een beetje met de neus tegen de pop-up aan. Dat is gewoon, ja, dat is geen dressuur, dat is gewoon hoe ze natuurlijk zwemmen op zo'n plek. En dan maak ik graag gebruik van een wat lager geviste pop-up. Nou, dat ziet er dan zo uit. Dus ik vis hem met een licht loodje, 2 ounce, 57 gram, op een leadcore leader met de kraal een beetje opgeschoven. Dus je ziet dat hij een klein beetje ruimte heeft. Mocht er nou toch wat troep op de bodem liggen, dan ja, kan die pop-up rig in ieder geval mooi naar de bodem zakken. Ik gebruik een stukje van 15 pond boom. Niet al te lang, niet al te kort. Daarop een
PTFE gekoten spinner swivel. Ja, daardoor draait hij gewoon nog soepeler en weet ik altijd dat die vis gewoon goed gehaakt zit. Vis ik nu een krenkhaak Kamakura maatje 4. We hebben sinds kort een mooie nieuwe spinnenhaak. Die ik inmiddels goed aan de tand heb gevoeld en een hele dikke bak op heb gevangen. Maar voor deze sessie, juist omdat ik met hele lichte loodjes vis, ja, wil ik gewoon de allerscherpste haak die er is. En dat is gewoon de Kamakura met de geslepen punt. Klein pop-upje erop, pineappeltje. En hij mag zo meteen weer terug voor de volgende vis. We komen aan het einde van de sessie. Oh, wat zou het lekker zijn als dit nog even een goede afsluiter is. Sowieso hartstikke blij met de aanbeet. Want ik kwam aan en ik zag een vis springen. Dat was ook echt het enige teken van leven. Het is een super koude oostenwind. Spoorwipje erop gegooid. Handje bollen eroverheen. Ik zat net te twijfelen, wat moet ik doen? Liggen laten, verplaatsen. Toen ging die. Lekker. Yes. Zo, de vierde en laatste vis van deze voorjaarssessie. Het was een taaie sessie, in ieder geval een koude oostenwind. Maar ik ben blij dat het door goed te verkassen op de vis proberen te vissen. En dan met single hookbaits en een klein beetje voer om erachteraan te jagen, is het toch gelukt om een aantal aanbeten te krijgen en allemaal te verzilveren. Laag vissen spinnerigs, klein beetje essential cell eromheen. Ja, gewoon vier voor een mooie vis op de kant. Ik hoop dat jullie in ieder geval wat hebben opgestoken van deze video. Breng het in de praktijk en vang ook een aantal van dit soort hele mooie vissen. Dank voor het kijken en tot de volgende video.